goeiedag en welkom bij deze DIY. Because I gotta. We gaan hersens maken. Helemaal leuk, helemaal top, helemaal geweldig. Waarom maken wij ze zelf? Ten eerste omdat ze moeilijk te koop zijn. En als je ze koopt, zoals deze bijvoorbeeld, die komen uit de feestwinkel. Die zijn wat klein en van veraf zie je niet echt dat het hersens zijn. Ik wil een echt goede stel hersens hebben, weet je wel. Van een afstand goed zichtbaar is, lekker groot. Wat mensen kunnen beetpakken en wat zelfs een beetje eng aanvoelt. Dat kan met hele simpele en goedkope materialen. En we gaan sowieso gebruik maken van een dosis aluminiumfolie om de basis te vormen. En grijze, overschilderbare acrylaatkit. Oh ja, ja. Wat gaan we als eerste doen? Ik heb trouwens uitgemeten dat mijn eigen hoofd, nou is mijn hoofdmaat vrij groot. Dus als je het iets kleiner wil maken, dikke prima. Want dat is ook het mooie van deze techniek. Je kan de hersens net zo groot maken als je zelf wil. Wij gaan de meerdere maken. Ik maak één grote. Maar ik maak ook twee kleinere stel hersens nog die in deze pot te passen. Dat is het mooie van deze techniek. Je kan dus zo groot maken als dat je zelf wil. Ik heb uitgemeten dat de grootte van de hersenen, qua hoe groot ze moet worden, net zo lang is ongeveer als een velletje keukenpapier. Dus dat heb ik hieronder gedaan. Huishoudfolie erover, zodat Kit niet aan de snijplank gaat kleven. En zo kunnen we van start. Dit is een flinke dop. Aluminiumfolie pakken. En daar maak ik een goede prop van. Proppie. En met hersenen moet je er rekening mee houden dat aan de voorkant loopt het bol, aan de achterkant loopt het wat af in een platte vorm. Dus leuk hè? Wordt weer helemaal leuk. Ik denk dat dit een goede grootte is. Even goed de vorm erin die ik wil. En dan loopt hij van voren wat ronder en aan de achterkant wat platter af. Zo, nog één laagje eroverheen om het echt overal een beetje goed gevormd te krijgen. En ik wil het als basis zwart hebben, dat gaat natuurlijk hierop niet lukken, dus ik ga dit inpakken met schildersteek en met de spuitbus een zwart spuiten. En als dat gedaan is, gaan we weer verder. Hij is zwart, hij is enigszins droog. Hij is niet helemaal gedekt, maar dat maakt niet uit, want we gaan dadelijk met de kit eroverheen. Als dat droog is, dan gaan we er nog een keer met verftechnieken overheen en dan zie je hier of niks meer van of het wordt alsnog zwart. Ik heb de tuut vrij laag afgeknipt omdat we nu eigenlijk vormen gaan aanbrengen die gevormd worden door de grootte van de tuut. En ik wil dat de strengen van de hersens, die kronkels zo gezegd, dat die vrij breed zijn. Dus ik heb een rolletje tape eronder gelegd zodat ik hem kan draaien. En we gaan gewoon beginnen. Het gaat langzamer dan dat ik verwacht. Dus het duurt even, maar dan komt het.
Een beetje de loze ruimte nog wat opvullen. En dan zo meteen met een grote satéprikker even over het midden heen om een soort na te creëren. Dan moet hij een tijdje drogen. Want dan is hij al aardig ver. Dan is het namelijk tijd om, als het droog is, om te verven. Even een grote satéprikker pakken. De kleuren waarmee we willen werken. Maar net als deze, die is natuurlijk ja, een beetje vleeskleur. Kun je natuurlijk ook doen, hè. Ja, ik vind hem aardig goed zo. Dus laten we hem even drogen. We zijn inmiddels een dagje verder. Het is al aardig droog, nog niet helemaal. Dus we gaan voorzichtig te werk. Maar we gaan hem nu bewerken met verf. Zwarte verf, om precies te zijn. Acrylverf, dus op platenbasis. En wat we doen is steeds een stukje zwarte verf voorzien. Niet te veel in één keer. We zijn lekker buiten, want het is goed weer. En verf, klussen en dat soort dingen. Zoveel mogelijk buiten doen. Hè. Dat is voor het drogen. Het beste. Het is vooral de bedoeling dat het binnenin, zeg maar, lekker zwart wordt. Zo, doe even één vierde deel tegelijk. Die even opzij, dus wordt die nat. Dit spuiten we in. En dan gaan we er met keukenrol overheen. Ik wil weer grijs tevoorschijn krijgen. Maar het geeft wel uiteindelijk een heel gaaf effect. Ik ga hier even mee verder en je ziet het wel als het klaar is. Dit even laten drogen. En dan geven we het nog één effect met witte verf. Dry brush effect. Maar dat zie je als dit is gedroogd. De zwarte verf is gedroogd inmiddels. Wat ik nu ga doen is op dit verfpaletje een klein beetje wit. Echt maar minimaal. Droge schone kwast. Highlights gaan geven. Dit is het dry brush effect. En dat geeft net even dat lichtere tintje. Aan de oppervlakte, zeg maar. Ik ben echt uitermate tevreden over hoe de hersenen aan het worden zijn. Het is echt zo'n kwap nu, zo'n kwap hersenen. Naar rechts gewoon. Wij maken dit voor de Halloween, maar je kan dit dus ook uitermate goed voor filmprojecten maken. Dit is denk ik wel voldoende. Heel veel verschillende. Nou ja, heel veel, maar in ieder geval verschillende tinten. Zwart, grijs en wit nu. Lekker laten drogen. Deze doe ik verder niks meer aan. Dus drogen en dan is die klaar.
Wanneer je dus zoiets in de pot wil doen met water, moet je natuurlijk die verf nog wel beschermen. Wat je dan kunt doen eigenlijk het beste is doorzichtige siliconenkit nemen. Dat in een vaasvervatting gieten. Tinner erbij. We doen het al buiten, want die dampen die ontstaan erbij niet blij mee. Dus ook niet te boven gaan hangen met je neus. En dan het hele stel hersenen daarvan voorzien, ermee insmeren. En als dat droog is, dan heb je dus eigenlijk een mooie dunne laag doorzichtige siliconenkit eroverheen, die dus de verf goed beschermt. Hij is klaar. Wat ik zeg, hij moet nog even drogen, maar dat zal niet lang meer duren. Ik hoop dat je deze tutorial weer hebt kunnen waarderen. Geef even een duimpje omhoog als je het videootje leuk vindt. Klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie je graag weer in een volgend filmpje terug. Ga vooral dingen maken.